Kostas Lamprou is aandachtig toeschouwer bij ADO Den Haag tegen de Graafschap. Lamprou, voormalig keeper van Willem II, momenteel clubloos. ADO Den Haag zoekende naar een keeper nadat Zetkoes is vertrokken. En dus is dit geen onlogische combinatie. Lamprou dus op de tribune bij ADO tegen de Graafschap. Eerste kans van de wedstrijd is voor Edouard Duplan. Is weer hersteld van een kleine blessure, krijgt de voorkeur op links. Immers er niet bij, hij is geblesseerd aan zijn enkel. Hetzelfde geldt voor Nick Kuipers, heeft nog altijd een liesblessure. Het is de 8e oefenwedstrijd in aanloop naar de start van de competitie voor ADO Den Haag. Alle wedstrijden werden nog gewonnen. Hier is de Graafschap dichtbij. Na een kleine 20 minuten spelen gaat de bal in het zijnet bij Robert Swinkels. Elson Hooy hier aan de bal maakt zijn debuut. Afgelopen week aangetrokken, de buitenspeler die ook op het middenveld kan. En dat bewijst hij tegen de Graafschap. Speelt aan de rechterkant. Vrije trap voor ADO. Gorter achter de bal. Bakker wordt gezocht. Die kopt de bal over het doel heen van Filip Bednarek, de doelman van de Graafschap. In de afgelopen 3 oefenwedstrijden was hij trefzeker. Danny Bakker kent een goede voorbereiding. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Elson Hooy schieten op de rug van Sjoerd Asch. Bas Kuipers zoekt naar Marenko, die in het elftal is gekomen voor Duplan. Kuipers en de vrije trap gegeven door de scheidsrechter Simon Mulder. Op een interessante plek. Danny Bakker mag zich bijna specialist noemen. Alhoewel, hij mag zich specialist noemen. Want deze gaat er lekker in. Scoren tegen de Zeeuwse selectie al middels een vrije trap. Die was iets mooier dan deze. Maar hij zet ADO Den Haag na een klein uur spelen op 1-0. Vrije trap voor de Graafschap. En een vrije kopkans. Daar aan de rechterkant van het veld. Maar de bal gaat over het doel heen van Robert Swinkels. Daar de nieuwe trainer van Jong ADO, Texera, in gesprek met directeur Matthijs Manders, die deze week meegaat met ADO naar China. Marengo moet dan in de 90ste minuut nog de tweede van de middag maken, maar die stuit op een verdediger van de Graafschap. ADO wint haar 8e oefenwedstrijd met 1-0 van de Graafschap en gaat zich voorbereiden op de trip naar China. En daar oefent het aankomende zaterdag tegen Beijing Enterprises.